Woerden bleef de afgelopen vrijdag en zaterdag de 36e editie van het Straattheaterfestival. Het festival startte vrijdagavond al met een klein aantal optredens op verschillende locaties in de Woerdense binnenstad. De officiële start was zaterdag op het Kerkplein. Ja, wij zijn als trots bestuur heel erg trots dat wij kunnen voortbouwen op een jarenlange traditie die in 36 jaar geleden begonnen is. En mede door de trouwe steun van het enthousiast publiek in Woerden kunnen we dit al zo lang doen. We krijgen ontzettend veel internationale en nationale artiesten hier naartoe omdat ze graag voor dit publiek willen spelen. Geniet vandaag van een enorme mooie dag. En ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben als wij hebben gehad bij het organiseren van het festival. Ik vind het heel tof dat ze dit al jaren doen. Ik vertelde net aan de mensen, er zijn hier 20 vrijwilligers en sommige daarvan zijn echt een heel jaar bezig om dit te organiseren. Het is gratis toegankelijk. Ik sprak net mensen die kwamen speciaal uit Den Haag naar Woerden om hier naar het Straattheaterfestival te komen. Dus het is ook vooral een enorme aanwinst voor Woerden. En het maakt Woerden aantrekkelijk voor de hele grote regio. Iedereen is vrolijk en gewoon de gezelligheid. En dat hoort nu wel bij Woerden. Er moet meer leven in Woerden komen. Ik heb hele goede verhalen gehoord. We komen net aanwandelen, maar het is veelbelovend, ziet het eruit. Ik zie alleen maar vrolijke mensen, dus dat trekt zoveel positiviteit aan. Dat is iets om in stand te houden, denk ik. Hier beland, ja. Dat is een hele goede vraag. Dat was vraag. Er was vraag naar leuke spellen met een twist en die komen wij leveren. En we hebben ook een priester meegenomen en een complimentenpostbode die wat positiviteit komt verspreiden. Het evenement dat dankzij het goede weer veel publiek op de been bracht, bood ook dit jaar weer een kleurrijke aanblik. Alles bij elkaar waren er zo'n 30 straattheateracts.